Sportpark de Abdijhof voor Lienden tegen AZ. AZ staat op de vierde plaats in de Eredivisie. Is gewoon uitstekend aan het seizoen begonnen. En doet het ook gewoon prima in deze wedstrijd in Lienden. 8 minuten voor rust. 0-1 via Tankovic. Dit is Belhassani en dan staat AZ toch weer op voorsprong. Zijn eerste doelpunt in dienst van Alkmaar Zaanstreek. Het wordt 1-3. Schitterende goal van Ilias Belhassani. Wel zijn tweede. En dan is het verschil gemaakt tussen Lienden en AZ. En wordt het in de slotfase. In de extra tijd ook nog 1-4 via Muren. AZ gaat door. Het is geen beste wedstrijd. Maar dit is wel een heerlijke aanval. En die wordt bekroond door Muren. Koud een minuut in het veld. Robert Muren op aangeven van Belhassani. De hakbal is van overeen. Heerlijke aanval, zoals het hoort. En dan afgerond door de invaller Robert Muren. 1-0 voor AZ. AZ krijgt natuurlijk meer kansen en komt op voorsprong. Het gebeurt pas op slag van rust trouwens. Maar dan is er eindelijk de 1-0. En die wordt gescoord door wie anders dan Robert Muren. Kan aannemen, kan draaien. Zo is het nog altijd 1-0. En er zit er misschien nog wel een stunt in voor de ploeg van Jack van den Berg. Tot in de slotfase hier. Een hele rare actie. Doudet kan in eerste instantie nog keren. Maar dan is daar uiteindelijk Fred Friday die de 2-0 binnen tikt. Het gebeurt allemaal kort voor het einde. Doudet redt in eerste instantie. Maar dan is er dus alsnog Friday. AZ schakelt Aas bij haar uit.